Hallo, welkom bij Draadje Los. Eh, op een ongebruikelijk tijdstip, maar het is ook een ongebruikelijke eh, video. Ik heb namelijk wat aan te kondigen. Ik heb wat te vertellen. Ondertussen laat ik mijn handjes even wapperen. Want eh, ik ben bezig met mijn breitas. En eh, ik heb van deze stof, hartstikke leuk stofje. Ik denk dat het een soort klederdrachtstofje is. Ben ik de voering aan het maken en van deze repen die over waren, maak ik de tashengsels. Die ga ik nog met uh, blauw garen doorrijgen uh, als hengsels voor mijn tas. Maar dat is niet waarvoor ik deze video opneem, namelijk iets heel anders. Um, Zo'n twee weken geleden, na de Creado had ik een verslagje gemaakt van uh, ons uh, dagje uit, eigenlijk op de Creyadoe, van Miranda en mij samen. Maak het met Miranda. Nou, ik weet hè, dat uh, heel veel van mijn abonnees ook abonnees zijn bij Miranda. En uh, nou, we waren dus samen naar de Creadoo geweest. En ik had daar ook een verslagje van gemaakt. En ik dacht: Weet je wat ik doe? Laat ik dat nou eens om 7 uur s avonds. Op zaterdag was dat volgens mij ook. Uh, nou, is mijn verslagje niet gewoon om 10 uur s morgens. 9 uur 's morgens uitzenden. Maar laat ik hem nou eens in première doen zodat mensen die kijken kunnen chatten. En dan om 7 uur 's avonds. Um, het blijkt, nou ja, ik vond dat heel leuk. Het bleek er kwamen heel veel mensen. En want het leuke van een video in première is dat je kunt chatten ook. Net als bij de luis van Miranda. Kun je bij een video in première, kun je ook chatten met elkaar. Er kwamen een hele hoop mensen en dat was heel gezellig. En ik vond dat zelf eigenlijk ook heel leuk. Um, er werd over van alles en nog wat gekletst. Net als in de chat bij Miranda's lives. Maar ook bijvoorbeeld he, wat, er, wat er op dat moment op de video te zien was. Daar werd ook af en toe op gereageerd. Iets over gezegd. En daar kon ik dan ook direct op antwoorden. Dat is toch net wat, wat directer eh, dan eh, in een reactie onder de video. En ik vond dat gewoon heel leuk. En toen dacht ik van, goh, misschien moest ik dat wel af en toe eens vaker doen. Nou, toen ben ik eens gaan kijken. Ik zat een beetje met die gedachten te spelen. En eh, ik, zat er ook, ik had het er ook met Miranda over. Zo van, ja, ik zit toch een beetje te dubben. Zal ik dat doen dat ik me draadje door de week ga verhuizen van de zaterdagochtend 9 uur naar de zaterdagavond 7 uur en dan in première zodat we kunnen chatten en Miranda zei eigenlijk meteen doen moet je doen hartstikke leuk want op zaterdagavond dan is Miranda er niet want dan heeft ze dateavond en ze is er bijna nooit op zaterdagavond en uh, zo heel af en toe want ze zei ook je moet dat gewoon lekker doen want hè, het gebeurt maar zo weinig dat ik wel live ben op zaterdagavond. En dus we hebben eigenlijk een beetje afgesproken. Ik zei ook van, nou weet je, stel dat jij nou wel een keertje denkt: van ik ga gezellig een keertje live op zaterdagavond. Dat kan natuurlijk. Dan is dat geen probleem, want dan kan ik voor die zaterdag gewoon mijn draadje een uurtje opschuiven. Dan sluit ik aan bij Miranda daarna. Dus deze video is eigenlijk een aankondiging voor het feit dat vanaf aankomende zaterdag 11 mei mijn draadje dus niet meer om 9 uur s morgens is, maar om 7 uur s avonds op zaterdag, want de dag blijft wel gelijk. En dan gaat hij in première, zoals dat heet. Nou, waarom heb ik gekozen voor première en niet voor live? Er zijn een aantal redenen voor. Uh, he, want sommigen vragen zich niet, misschien wel af, van nou, waarom ga je dan niet gewoon live? Nou, daar zijn een paar redenen voor. Allereerst, ik woon hier niet alleen. Ik woon hier gewoon met mijn gezin. Mijn beide volwassen kinderen wonen nog thuis. Uh, mijn mam woont gelukkig ook nog thuis. <laughs> ja, dat klinkt een beetje raar. <laughs> maar, uh, nou ja, kortom, er wordt gewoon geleefd in huis. Er wordt heen en weer gelopen en... Als ik live zou gaan, dan zou dat betekenen dat iedereen stil moet zijn, dat iedereen door het huis moet gaan sluipen. Uh, dat gaan we natuurlijk niet doen. Uh, dat, dat vind ik, hè, dat, dat is niet, je moet rekening houden met elkaar. En ik vind dat ik dan gewoon te veel vraag van me, voor mijn gezin. Bovendien, als je live doet, uh, dan is het toch de bedoeling dat ik wat ga zitten doen. En dan um, moet ik tegelijkertijd de chat volgen. Nou, Miranda is daar heel goed in. Um, ik weet van mezelf dat ik daar niet zo goed in zou zijn. En bovendien, dat is ook belangrijk, iedereen die regelmatig in de lives bij Miranda is, weet dat er zo af en toe wel eens een trolletje langskomt. Hè? Een vervelend iemand die een beetje wil gaan sarren. En dan zijn er, in haar geval, hè, de smurfen... Die dan zorgen dat, dat, dat zo iemand uh, geblokkeerd wordt, bijvoorbeeld. Die heb je ook echt nodig als je live gaat. En die heb ik niet. Dus dat is ook een reden om dat niet zo te doen. Nou, verder verandert er aan de inhoud van mijn video's niets. Het zijn dus gewoon vooraf opgenomen video's. Met dezelfde soort inhoud als altijd. Alleen is het tijdstip anders. En als je het leuk vindt. Dan kun je dus inderdaad om 7 uur aansluiten en gezellig mee chatten als je dat wil. Hoeft natuurlijk niet, maar het kan wel. En net als alle andere video's kan je hem ook later terugkijken. Nou, dat is ook een reden waarom ik uh, kies voor première in plaats van helemaal live. Want uh, ja, ik neem het van tevoren op. Ik heb een aantal vaste rubrieken. En um, ja, een, een echte live later terugkijken is toch minder leuk dan erbij zijn. En daarom kies ik dus ook voor premieren. Want uh, ja, de inhoud van mijn video's, um, ja, die, zijn dan, die blijven hetzelfde. En die kan je op elk tijdstip kijken. Dus ook na de premiere um, ja, zijn ze nog leuk om terug te zien. Laat ik het zo zeggen. Nou kan een live... Ook heel leuk zijn om later toch terug te kijken als je er niet bij bent geweest. Maar dat is toch anders dan wanneer je erbij bent. En bij de, ja, de video's zoals ik ze maak, maakt dat eigenlijk niet zoveel uit of je erbij bent of niet. Uh, het, het verschil is alleen van als je gezellig wilt chatten met anderen, dan kan dat. Dus die mogelijkheid bied ik nu. En uh, nogmaals, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè? Je kan er ook voor kiezen om hem uh, later te bekijken. Um, maar ik zag wel, want dat, dat kun je zien hè? als je een YouTube-kanaal hebt en dan kan je in de analyse kan je dus een beetje kijken van wanneer kijken nou de meeste mensen uh, naar jouw video's. En toen zag ik dus toch ook echt dat uh, best wel veel mensen mijn draadje door de week ook echt tussen 7 en 8 's avonds op zaterdag, dat die dan door, veel, door meer mensen. Wordt bekeken dan op andere tijdstippen. En eh, dus vandaar dat ik ook kies voor 7 uur 's avonds. 9 uur 's morgens, hè, dat, dat, eh, want ik zou ook kunnen zeggen, nou, ik laat hem op hetzelfde tijdstip staan, eh, alleen doe ik hem dan in priëren, Maar 9 uur 's morgens is best vroeg voor een weekend. Ik bedoel, veel mensen zijn dan nog lekker aan het wakker worden. Ik zelf ook. Dus dat is gewoon geen handig tijdstip. En eh, nou ja. Ik zag dus dat mijn vermoeden werd dus al bevestigd. Ik kan trouwens overigens dat je niet denkt van, eh, dat je een soort van Big Brother-idee krijgt. Ik kan nooit zien wie er kijken. alleen maar hoeveel mensen het zijn, of hè, uh, ja, in aantallen, maar ik kan nooit zien wie. Dus ik uh, maak je geen zorgen. Het is niet zo dat wij, uh, dat wij jullie gewoon kunnen nagaan. Zo werkt het gelukkig niet, zou ik ook niet willen weten. Maar daar hoef je dus niet ongerust over te zijn. Maar goed, dat is dus, hè, omdat dat toch een tijdstip is waarop blijkbaar veel mensen mijn video kijken, dacht ik, nou ga ik hem verhuizen. De andere video's, dus die op de dinsdagen en de donderdagen, die gaan nooit in première. Dat zijn gewoon, omdat dat overwegend tutorials zijn of een boekbespreking. Of, en die blijven wel gewoon om negen uur s morgens. Nou, ehm. Um, ben jij nou een van degenen die echt gewend was om he, mijn draadje door de week op zaterdag ook echt al in de ochtend te kijken? Ja. Dan zul je dus op de zaterdag voortaan iets meer geduld moeten hebben voordat die online komt. Maar goed, het blijft er altijd op staan. Want ik zie ook wel hoor dat mensen ook. Er zijn ook veel mensen die mijn draadje op zondag kijken. En ook in de rest van de week hoor, krijg ik nog regelmatig een reactie dat iemand het. Uh, op een hele andere dag heeft gezien. Maar zaterdagavond is populair. Dus ik denk, nou, als mensen het dan leuk vinden om te chatten. bij deze. Dus dan weten jullie dat. Vanaf zaterdag 11 mei is mijn draadje niet om 9 uur s morgens. maar om 7 uur s avonds. Andere video's op dinsdag en donderdag blijven wel om 9 uur s morgens. Mocht het een keer zijn dat Miranda wel uh, een keertje spontaan op zaterdag denkt van: hé. Hey, uh, ik heb geen date of date is met wat anders bezig. Ik ga een keertje live voor de gezelligheid. Dan, uh, we hebben eigenlijk afgesproken, dan stemmen we dat even af. Dan laat Miranda dat weten. En uh, dan schuif ik mijn, uh, mijn draadje een uurtje op of zo. Zo gaan we dat dan doen. Dus, um, ja, ik heb er zin in. Want ik vond dat zelf dat mee uh, chatten eigenlijk ook wel heel leuk. En uh, ja, ik, ik vind zelf ook wel een voordeel van... Um, uh, soms dan worden er bijvoorbeeld in de reacties ook wel vragen gesteld over iets. En dan uh, uh, vaak moet ik dan uh, echt bedenken: van Jeetje, waar gaat die vraag nou eigenlijk precies over? Want dan ben ik zelf alweer vergeten waar ik, waar ik het over heb gehad. En dan, uh, dan vind ik het soms heel lastig om te bedenken: Jeetje, waar, waar gaat die vraag over? Terwijl in zo'n chat dan kan je eigenlijk ook direct. Antwoorden daarop. Dan, dan is het ook, ja, dat communiceert wat handiger. Dus uh, ja, ik zie er wel een hoop voordelen van. En ik vind het ook wel heel gezellig. Dus uh, ja, ik hoop jullie, uh, veel van jullie dan ook vanaf komende zaterdag, uh, ook echt te, te zien in de chat bij mijn draadje. Heb je er geen zin in? Ook natuurlijk prima. Wil je hem op een heel ander tijdstip kijken? Doe dat vooral natuurlijk, hè? Want je bent niks verplicht. Ik bied alleen maar een mogelijkheid. En het verplicht je natuurlijk tot niks. Dat zou te gek zijn. Maar ik bied gewoon een mogelijkheid. En uh, vind je dat leuk? Dan sluit je gezellig aan. Denk je, nee hoor, ik kijk het draadje toch altijd, altijd eigenlijk alleen maar pas op zondag. Dan blijf je hem lekker op zondag kijken. Dus, maar dat is dus even als aankondiging. Nou, ik hoop er ook veel mensen blij mee te kunnen maken. En uh, ja, ik verheug me er eigenlijk al op. Dus, uh, nou ja. Uh, aankomende dinsdag en donderdag heb ik dus twee tutorials uh, uh, gepland staan al. En dan, uh, nou, dan hoop ik dus een aantal van jullie zaterdagavond, 11 mei, gezellig te kunnen zien in de chat. Nou, bedankt voor het kijken. Laat even weten wat je ervan vindt. Vind ik ook altijd wel leuk. En uh, hopelijk tot volgende week dan. Doeg!